Vijf Danst is een samenwerking tussen vier kunstmanjora's en Passerelle. En het is eigenlijk de ambitie om jongeren van het vijfde middelbaar samen te brengen, 3 dagen lang, om die samen te laten werken met 2 choreografen. En vooral heel veel uit te wisselen en elkaar bezig te zien en zo heel veel te leren. Voor ons is dat gewoon de max om die vier scholen hier uit te nodigen in de Budatoren en die samen aan het werk bezig te zien. Voor ons is het eigenlijk een unieke opportuniteit om eens over de grenzen te kijken van onze eigen school. Hè, om eens te gaan zien van hoe werken zij samen met andere kinderen, andere leerlingen. Hè, en hoe kunnen ze met andere choreografen samenwerken. En stel dat je dan in je eigen klasgroep misschien u een beetje de vreemde eend in de bijt voelt, heb ik ook wel het gevoel dat er hier dan weer andere soorten vriendschappen zijn ontstaan die misschien ja, voor het leven zijn. En ook vooral voor de dansers vond ik het heel interessant dat ze elkaar kunnen ontmoeten op een nieuwe plek hier in de Budatoren in Kortrijk. Niet in een school, in een eigen school, maar om buitenuit te gaan en daar een ontmoeting te doen. En we hebben al heel toffe reacties gehad van de leerlingen zelf. Ik ben Joni, ik zit op de Kunstmanjora in Leuven, het Lemmens Instituut. Ik ben Aaron en ik zit KHB, Kunstmanjora Brussel. En we hebben samen de workshop gevolgd bij Borna. Hier hebben we gewerkt rond de bouncing techniek. We hebben veel gewerkt tussen partnering en zo. En ja, ik vind echt wel dat ik veel heb geleerd. Zeker, ik ook. Ook vooral omdat met al de verschillende invloeden van alle verschillende scholen heb ik heel veel bijgeleerd. En ook heel tof omdat iedereen zo open was. Was er echt een goede sfeer, een goede vibe. En hallo, ik ben Ileana Adriaanse van de Kunstmanjora Antwerpen. Hallo, ik ben Britt Paasens van Pico Kunstmanjora Hasselt en wij hebben alle twee met Berengère gewerkt. Wij hebben deze 3 dagen ook veel rond impro gewerkt, waar dat ik toch wel veel heb bijgeleerd in expressie en welke bewegingen ik allemaal doe. Ik heb het gevoel dat mensen mij beter kennen dan ik mezelf ken. En ja, Berengère heeft toch wel echt mijn ogen geopend op bepaalde vlakken en ik ben enorm blij dat ik naar hier ben gekomen. The students were so lovely and open and welcoming to each other and embracing each other's uncertainties. And it was lovely to see the interactions they had, how they grew, how they took the task we proposed them and how they made it their own. Het unieke van het project is ook dat wij als coördinatoren eens kunnen samenkomen om dingen te overleggen. Eens te bespreken van hoe werk jij. En dat we zoiets kunnen overleggen van ja, wat zijn de raakvlakken? En wat doen we anders? Wat kan beter op onze school? En ja, we eens echt over de grens gaan kijken met elkaar. En bij deze ook de oproep om geen kunstmanjora's uit te sluiten en de ambitie om volgend jaar met 18 manjora's samen te werken en nog een grotere groep dansers om die idee van inclusiviteit, waar we eigenlijk allemaal super hard achter staan, ook echt warm te houden. Ik zou willen afronden misschien te zeggen van dit was een zeer geslaagd project en een unieke gelegenheid om grenzen te doorbreken en toch vanuit 4 verschillende scholen een grote groep dansers van 5 Danst in 5 Danst samen te brengen. APPLAUS